vijf dagen. Ben ik klaar om te vertrekken. Another year, another bike trip. Who is the new guy? Is Michiel growing a mustache? Philly, are you filming this? Did we forget Sammy? Norman, four kids? But yes, we are ready for mountains, morning coffees, food packs and salty bars. Vandaag zijn we vertrokken in Bressink, of was u het? En we hebben 500 meter plat gereden. In Brixen. Correctie, opnieuw. Vandaag zijn we vertrokken in Brixen-Bolzen. Vandaag zijn we vertrokken in een stad in Italië. Het was even plat langs het water en daarachter was het omhoog. En nu zitten we in een kot, ons schuilen voor de regen. Finding the perfect spot to sleep isn't always that simple, but when the sun is going down over the mountaintops, that's nature telling you to stop, relax, and so we did. Te speel. Er is iemand aan het foto's trekken. Ondertussen zijn we hier de man nu zijn versnellingen aan het regelen. Ik doe dan de rest dezelfde broek hoor. Yesterday, Michiel crashed his bike, so today he's searching for a new one, while the rest of us started the everyday climb. Because of the heavy rain, we took shelter in a small cabin in the woods. And there was Michiel, waiting for us to continue our adventure. We ride the Trans Dolomiti. Thank you.
Zat zijn Philippe! Pizza! Pizza fume! Pizza greca! Mosser toch? Mosser Oh yes, we made it. After 6 days of bromance and spooning, our journey has ended. One pants is enough and Italian food does taste better with bikes. Ha ha ha.